NHL Hogeschool. Stenden van Hal Larenstein, de Friese Poort en het Friesland College gaan komend jaar de samenwerking aan op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Uitgedaagd door Ferno Materieelverhuur gaan studenten en docenten aan de slag met het verduurzamen van de mobiele toiletten van de verhuurder. Na het mooie project met de kunstzinnige mobiele toiletten hebben jullie nu wat anders. Wat gaat er gebeuren? Ja, klopt. We gaan dit jaar een hele andere richting op. We laten de kunst een beetje achter ons. Wordt wel meegenomen. Alleen we gaan meer richting duurzaamheid, innovatie en groen. Dat doe je samen met enkele opleidingen uit de omgeving. Want die moeten dat voor jullie gaan doen. Ja, klopt. De mbo- en hbo-instellingen van de gemeente Leeuwarden die werken samen. Om met ons inderdaad een nieuwe invulling te vinden. Knowledge 2018 is een project zeg maar, van alle scholen, mbo's en hbo's bij elkaar. En met elkaar willen we klussen oppakken, projecten oppakken voor 2018. Met in het achterhoofd dat we een innovatief platform worden van de scholen. Ja. Dus jullie hebben de kennis en werken daarin samen met bedrijven ook? Precies. En alle scholen hebben hun eigen expertise, hun eigen kennis en kunde. En dit proberen we zeg maar, samen te ballen in verschillende projecten. Het is natuurlijk ook een mooi leerproject voor de leerlingen en studenten. Want ze leren natuurlijk ook het nodige van wat ze mee te maken krijgen en natuurlijk van elkaar. Ja, dat is ideaal natuurlijk. Je kan niet beter leren bijna dan in de praktijk. En dit zijn unieke projecten. Jullie kregen deze opdracht. Wat vind je ervan? Ja, superleuk natuurlijk. Ik ben zelf een media vormgever, dus ik hou van hele creatieve dingen. Dus als je mij een dictie geeft en zeggen ze, doe er maar wat leuks mee, dat is natuurlijk fantastisch. Dus je kunt helemaal je ei hierin kwijt en je bent weinig beperkt. Dus we moeten er niet van opkijken dat we straks een beeldscherm in de wc aantreffen? Absoluut niet. Nee, leuk idee trouwens. Ja. We willen echt multidisciplinaire projecten van maken. En dat studenten ook bij elkaar komen kijken, elkaar feedback gaan geven regelmatig op regelmatige tijden. En dat speelt een beetje ook in het achterhoofd mee. Misschien kunnen we aan het eind een soort super toilet presenteren. Waarin alle vindingen van de verschillende scholen bij elkaar komen in één toilet. Dat zou mooi zijn. Het is een project van meerdere scholen, dat is ook wel uniek volgens mij. Ja, dat klopt. Niet alleen het Friesland College doet mee, maar ook andere scholen en hbo- en mbo-scholen doen mee. Dus het is wel echt een gezamenlijk project waar we mee bezig zijn. Gezamenlijk project, maar er zit ook wel een beetje een wedstrijdelement in. Ja, dat klopt. We gaan elkaar niet vertellen wat het idee is en wat we precies gaan maken, want het moet nog wel een verrassing zijn. Dus we zijn wel benieuwd naar de andere creaties van de scholen. En dan hebben we het over het duurzaam maken van een toiletunit. Dat lijkt me ook een bijzondere uitdaging. Ja, absoluut. Nou, er is al wat over verteld. Hè? En we proberen dus de expertise van verschillende scholen hierin samen te brengen. Er is bijvoorbeeld ook een issue van het licht. Er is ook zoiets, want dat schijnt ook moeilijk te zijn om licht in zo'n toilet te krijgen. Dat is natuurlijk meer een technische uitdaging. En die ecologische uitdaging die vinden we ook heel interessant. Dus we proberen het met elkaar op te pakken. Al die verschillende uitdagingen die daar liggen. Je zit natuurlijk met het toiletpapier wat gebruikt wordt. Dat is redelijk normaal toiletpapier. Thuis heb je misschien, zoals we hier al zeggen, vier laags of met kussentjes. Hier zit natuurlijk een dunnere versie in. Maar misschien kan je daarin verbeteren. Misschien kan je in de biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen of de tabletten die in de toiletten liggen. Misschien kan je daarin dingen verbeteren. Hoeveel tijd hebben ze ervoor? Ze beginnen nu. Ze beginnen met plannen en overleg onderling. In januari krijgen ze de toiletten. En dan wordt het uitgevoerd en in mei moet het klaar zijn.